Het is een elektrische badkamerradiator. Je ziet hem niet zo heel veel. Lijkt op een normale radiator, maar dit is een woning zonder gas, wel met elektriciteit. En dit is eigenlijk de enige radiator die nodig is, want de rest van de woning zit vloerverwarming. En dan is dit op zich gewoon een aanrader als je meer wilt dan alleen hier de vloerverwarming. Dus werkt simpel, zit hier een knop ingedrukt houden. Gaat hij aan, voor de rest knoppen ingedrukt houden, gaat hij uit. Dus het is een heel simpel aan-uit systeem. Dus lijkt een normale radiator, is een elektrische radiator. Je ziet daar ook de kabel die weggewerkt is in de muur. Leek me op zich wel een nette oplossing. Dus ik laat hem even zien. Simpel model. Handig natuurlijk, want hier kun je ook dus de handdoeken gewoon over drogen zoals bij het normaal radiatormodel, als er gewoon warm water erheen stroomt. Dus, that's it. Ik zal hem bij het andere sanitair zitten. En alle keuzes voor het verwarmen van de badkamer ook in het bericht. En mocht je het zien in YouTube, zou ik die link van dat bericht even onder deze video zetten.